Zo lief. En dan check deze auto ook. Dan je. Weet je wat ik zie? Wat zie je? Een driewielen. Oh mijn god, als we dat hier kunnen doen. Wauw, dat hebben we ooit een keer gedaan. Dat was zo geniaal. Dat was zo leuk met Thijs toen. Oh, ik ga veel te hard. Ja, het was helemaal gevallen. Een mountain kart. Ja, als je dat hier ergens kan doen, dat is echt het leukste wat er is. Ja, dan ga je waarschijnlijk met zo'n gondel. Ja, dan ga je weer met zo'n gondel omhoog. Klopt. En dan kan je helemaal die berg af met deze dingen. Dat zou wel leuk zijn. Wow, er scheet net iemand. Een vogel. Wie zit er in de boom? Hier, kijk, die vliegt daar nu. Oh, hij wil ons bekakken. Die zit daar nu. Ja, op beeld wou hij jou bekakken. Ja. En we hebben een picknickgrill gehad. Ja. Hoe nice is dat? Lekker barbecue. Inclusief kool. Fijn. Wie is kool? Maar ik wil even wat beelden zien van toen. Ja. Ja, kom mee. Hoi! Oh! Ga je binnen? Hootjes! Hey, goedemorgen! Zijn we dan? En we hebben iets gevonden bij de winkel. Oh ja! Ik zei het nog, hè? Barbecue! Nice, hè? Dan gaan we nu eens even lekker ontbijten, dames en heren. Dus ik heb hier lekker een bolletje met hagelslag. De favoriet van Myron. Dit gaat sowieso mis als je het zo eet. Met zoveel hagelslag. Yep. Ik heb iets gevangen. Wat denk je dat het is? Ik hoop op een kikker. Nee, serieus? Oh, joh! Wat? Hij is mini, hè? Mini kikkertje. Hoi, hey, kijk uit, hè, Frans. Frans. Zo heet hij. Oké. Maar hij is echt mooi, hè? Ja, hij is heel mooi, ja. Hij zat op dat blok. Serieus, van de camper? Ja. Ja, ik reed een stukje naar voren en Myron haalde die blokken weg. Kikkertje. Maatje. Zullen we de rest van de vakantie meenemen? Nee. Laat hem maar weer los dan. Nice. Niet eroverheen rijden straks, hè? Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is eigenlijk de eerste keer dat het een beetje bewolkt is. De afgelopen dagen hebben we alleen maar zon gehad. Dat was echt volop genieten. Maar nu alsnog, het is niet per se koud of zo. Ik heb gewoon een lekker t-shirtje en een hoodie aan. Een lange broek en dikke vet prima. Zoals jullie al kunnen zien, Danny en Shona die zijn al weg. Die zijn al helemaal vooraan de camping gegaan om eventjes wat water bij te vullen. En wij zijn nu ook de laatste dingetjes aan het doen. En dan gaan we er vandoor. Dus ik zou zeggen, we knallen de deur dicht. Bam. Myron die gaat nog even lekker salfje opdoen, zo te zien. Hoppa. Altijd even een beetje bukken. En dan zitten we met z'n tweetjes weer lekker voorin. Hoe vaak hebben we ons hoofd al gestoten, denk je? Al wel vaak. Maar gewoon elk jaar, gewoon altijd, als we met de camper gaan, dan moet je gewoon even weer wennen aan de ruimte en de hoogtes en de kastjes. En als je dat is eigenlijk het meest pijnlijke. Als je zo'n kastje open laat staan en je stoot je hoofd aan zo'n punt. Oh, dat doet echt zin. Dat doet echt pijn. Ja. We hebben iets heel erg leuks gevonden. Kijk eens eventjes. Ja, ja, ja. En we hadden ze net eigenlijk al even laten zien met die mountain carts. Go-karts. Ik weet niet precies hoe je ze noemt. Dat zijn deze, dames en heren. Dus we hebben eventjes gekeken. En nu had ik gezien dat ze van 4:30 tot 4:30 open waren. En het meest bijzondere is dat ze zijn open in juli, augustus en september. Vandaag is 30 september. De laatste dag van september. Dus dat betekent dat dit de laatste dag is dat ze open zijn. Wat een geluk voor ons. Ja, ongelooflijk. Ja, we zitten ook een beetje aan het einde van het seizoen natuurlijk. Ik bedoel, de meeste, ja, of eigenlijk alle vakanties wat zijn voorbij. Ja, maar ze zijn sowieso open. Want anders hadden ze hier ook beneden bij het winkeltje niet reclame neergezet en die kaart, denk ik. Ja, maar ja, misschien voor als je ooit een keer later komt, dat je in ieder geval weet dat het er is of zo. Ja, dat is wel zo, ja. Het ziet ook wel gewoon leuk uit als decoratie. Ja, maar goed, we hebben in ieder geval geluk wat dat betreft. Nu nog hopen dat het echt zo is. Het is echt maar 9 minuutjes rijden naar de Mieteralm. Mieteralm? Hoe heet het? Mutteralm. Daar ga ik even de navigatie naartoe doen. Hoppakee. Tot nu toe, de camper. Ik vind het echt heel dik. Ik ook. Ik ben blij met hoe het tot nu toe gaat. Ja, ik zit even na te denken. Wat zijn er minpuntjes aan deze camper? Maar tot nu toe, alles gaat echt top. Alles gaat gesmeerd. Partner. Zeker.
blijft me gewoon verbazen hoe mooi het overal gewoon weer is. Niet normaal. Zo, dit lijkt wel een dikke halfpipe dit. Wow, dit is het ook. Wow, dit is gewoon een soort van fietscrossbaan. Zo, dat zijn wel gekke jumps en zo hoor. Niet normaal joh. Kijk, dikke chandeer onder, die moet er al een baan. Ja hoor, prachtig. Nou, hier gaan we even ergens parkeren. Hier mogen busjes parkeren. Ja, perfect. Ja, zet hem hier gewoon maar neer. Keurig. Keurig. Kijk, deze boys die gaan lekker fietsen. Lekker. Super. Zijn we dan? Yes. Ja, dat ziet er mooi uit, dames en heren. Je hoort de bellen van de koeien ook alweer. We hebben de campers hier neergezet. En als we dan een klein stukje... Oeh. Als we dan een klein stukje hier naar boven gaan, op dit paadje... Dan komen we bij een dikke chandeer. Ja, dit is zo vet, hè. Dat hebben we een keer eerder gehad. Ook bij die go-karts. Dat je gewoon koeien hebt tussen de baan. Zo bizar. Ja hoor, daar staat hij dan. Kijk eens even. Onder de moederalmbaan. Ja joh, wat een ding. Hey, oh, kijk dan. De sleutels. Oh yeah. Let's go, baby. Plop in de chandeer. Plop in de chandeer. Maar joh, leg gewoon erop. Ja, ziek hè. Zo vertrouwd is het hier. Echt hè? Nou, gefeliciteerd bij deze. Deze chandeer is van jou. Hiermee mag je naar Nederland rijden. Zo, dan ben je wel lang onderweg denk ik hoor. Vind je het leuk toch? Ja, dat is wel een heel lang ritje. En iedereen toeteren zo. Mooi. Ja, dat zou wel een stunt zijn van Oostenrijk naar Nederland met de trekken. Of andersom. Hallo, hallo. Goedemorgen. Hi. Mag ik 1, 2, 3, 4? Ja, vier personen voor dat go-kart. Oké, okay, dank je. Kijk dat kindje, zo dikke. Gruwelijk. Zo, twee van die knuppels weer. Hoppa. Nou, dan gaan we met het gondeltje omhoog. Je kan het niet heel goed zien. Ja, je ziet wel de koeien daar, maar de ramen zijn zo vies hier zo van alle fietsen die hierin zijn gegaan. Maar het is wel echt heel vet. Gewoon dat parcours. Met die koeien weer gewoon overal tussendoor. Dat is zo nice. Let's go. Daar zijn ze, dames en heren. De karts. Ja, dit wordt heel nice. Dit wordt echt heel nice. Daar gaan ze. Hoppa. En dat kind ook gewoon, hè. Kijk dan. En die koeien daar. Hoe vet. Hebben we dat gewoon ooit gezien, zo'n baan met die koeien? Nee. Ik ben alleen in Winterberg geweest. Ja. Maar ja, gewoon ziek hoe eindje op omhoog gaat. Dat is echt bizar. Dat is echt zo nice. Kijk dan, die koeien zijn gewoon lekker aan het grazen. Echt vlak langs gewoon die baan. Zo vet. Nou, we gaan eerst hier eventjes bij de Erblenisse restaurant. Zoiets. Gaan we even wat drinken. Oh, lekker warm. Nice. Very nice. Wow, gek. Niet schieten. Hé, hey, hier zitten de dames. Lekker, hè? Ja, ik ging ook met mijn handen even zo ervoor. Oh, lekker hoor. Warm chocolademelk. Zonder suiker in de slagroom, dat wel. Maar dat is altijd Duitsland-Oostenrijk. Dit is zo fijn, al dat geknetter de hele tijd. Moet ik kijken, joh. Je hebt ook van die video's op YouTube staan. En dan hoor je serieus gewoon 10 uur lang dit geknetter. Gewoon alleen maar. Voor sommige mensen is dat echt een beetje een soort van rust, een zen-moment. Maar goed, we gaan het nu niet te lang hebben over zen-moment. Want we gaan gewoon jagen van die berg af met zo'n kart. Dus we staan er allemaal klaar voor. Laten we eerst eventjes hier tickets halen. Ik zie helmpjes, lijkt me ook wel verstandig. Wauw, let's go. Nou, hier staan allemaal regels. Je mag geen alcohol nuttigen. En je moet een bepaalde leeftijd hebben. Nou, daar voldoen we allemaal aan. We gaan als eerst even een helmpje pakken natuurlijk. Voor de security. Super. Lach je? Nee, niks. Staat goed hoor. Wat lach jij nou om mij dan de hele tijd, hè? Ja, toppie hoor. Nou, daar gaan we, dames en heren. Je hebt blijkbaar verschillende maten met deze stoeltjes. Oké, okay, jullie hebben een large. Ja, ja. Maak je klaar, Mario Kart. Ja, ja. Moet je wel precies op het juiste moment op A drukken, hè, om die boost te krijgen op het begin. Ja, ik ben klaar voor. Ja, dit wordt weer zo nice. I did it in 6.5. Really? Oh my God. Minutes. 6.5 minutes. Zonder te remmen. Without brakes. With a bit brake. A bit. Wow. Oh, so it's gonna take a while, this ride. Most people need 20, 25. Oh, dat is wel nice. Oh, joh, 20, 25 minuten doen de meeste mensen erover. Oké. Oké. Oké, thank you. See you on the other side. Ik denk alleen niet dat we dit al halen. Nee, ik denk dat we het moeten lopen. Denk ik ook, ja. Zo lopen. Let's go. Ja, ik denk dat we even moeten staan inderdaad. Hoppakee. Oké, dames en heren.
Ik heb mijn handen op het stuur. Dit is dus de rem voor rechts. En dit is de rem voor links. Eigenlijk heel logisch. En voor de rest is het gewoon gaan. Oké, daar gaan we. Ah, let's go, dames en heren. Ik vraag me echt af of we een beetje gaan remmen of niet. Dat moeten we nog maar even zien. Wojo, deze zijn nice. Wojo. Ik lag er al bijna weer uit hoor. Let's go! Zo, al die steentjes van Danny omhoog. Oh my god. Ik moet even mijn bril opdoen, ik zie niks joh. Hoppa, ik ben even gestopt. Oh, ik doe even mijn bril op. Oh. Holy shit, wat gaat dit hard zeg. Even kijken, waar is mijn bril? Hier is mijn bril. Oké, dames en heren, ik doe eventjes mijn bril op. En ik had eerlijk gezegd gehoopt dat ze ergens al een helmpje zouden hebben met zo'n mount erop. Want nu zie je nog wel een beetje het stuur, zeg maar, hier elke keer. Maar ja, die hebben ze helaas niet. Dus we moeten het even hiermee doen met de mount op mijn borst. Maar ik denk dat dat ook wel heel erg nice is. Het is in ieder geval echt een zieke baan. En hij gaat echt stijl genoeg naar beneden. Let's go! Ik heb toch eventjes mijn helm afgedaan. En ik heb hier van die plakkertjes. En ik dacht, ik ga het toch eventjes proberen. En zoals jullie kunnen zien, is het wel gelukt. Hij zit erop. En volgens mij ook wel vast genoeg. Dus ik denk dat ik nu de camera hierop kan zetten. Dan krijg je een veel beter beeld. Als dit het doet, dames en heren, dan is het echt het beste ever. Ik ben er klaar voor. Hopelijk jullie ook. Woehoe! Yeah! Woehoe! Let's go! Ja, hij zit op mijn hoofd. Veel beter. Veel beter, want de mensen zagen alleen maar deze stang. Ja, en het trilt echt ziek, hè? Ja, ik dacht ik moet ze betere content geven, dus ik heb hem op mijn helm gedaan. Hey, voilà, let's go! Hey, we gaan gewoon over het gras! Oh my god. Fully gas, motherfuckers! Oh my god. Auw, mijn ballen! Auw! Oh, holy shit! Oh my god! Auw, mijn ballen! Ik zweer het je, ik wil nog kinderen! Auw, mijn ballen! Auw, fuck! Tering! Oh my god. Holy fucking shit. Dit kon zo goed misgaan met Pink. Ja. Oh, ik krijg allemaal zand in mijn ogen van jou. Ja, je moet een bril op. Holy shit, hé. Oh, mijn hart gaat tekeer, joh. Ik sta hier wel mooi geparkeerd, moet ik zeggen. Ja, wat deed je dan? Die bocht redde jij ook bijna niet, hè? Oh, mijn pink. Mijn pink is helemaal verlamd. Die voel ik niet meer. Zo, dit was echt even schrikken, hé. Ik zag jou ook met een noodgang achter me aangaan. Ik heb gewoon zo'n sporen. Ja. Ik zag hier die steen en ik klapte hier op die boomstronk. Ik dacht, oi. Jo, maar deze baan, dames en heren, is echt 3 keer zo ziek als dat wij ooit hadden met Thijs en Daniel en Noël. Dit is echt alleen maar steentjes. En heel veel hobbels en mijn ballen, joh. Oh, zo. Zetten we deze op de baan. Oh, holy moly, hé. Zo, dit is niet normaal, joh. Ik voel nog steeds mijn pink niet. Ga jij nu? Ja, dan ga ik. En dan maken jullie er maar een wedstrijdje van om mij in te halen. Ja. 10 seconden voorsprong. 10 seconden voorsprong. En dan moeten we bij Marvin komen. Ja. Oké. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3. Hij zit al met een grijns op zijn gezicht. 2, 1. Oké dan. Let's go. Hey joh. Let's go. Oh. Mooi, oh. Joh, dit gaat zo mooi, hè? Oh. Al die steentjes ook, joh. Het is niet normaal, dit, joh. Oh, ik weet niet of mijn verzekering dit wel dekt. Oh. Halleluja. Oi, oi, oi. Oké, we zitten Danny op de hielen, we zitten Danny op de hielen. Oh, had ik nou mijn extra keizersmarren gegeten, had ik ietsjes meer gewicht gehad. Oh, ik zie Myron al, ik zie Myron al. Kom op, kom op. Gaan met die handel. Hier komt een bocht, hier moeten we slim zijn. Remmen of niet? Hey! Waar is Myron nou? Kom op. Oh, ik was afgeleid door Danny. Ik zag Myron nog. Ik zag Myron nog in de bocht. Let's go, let's go, let's go. Wauw, ook nog genieten van het uitzicht ondertussen, hè, dames en heren. Ho, eens even. Niet vergeten dat we hier zijn met al die mooie bergen en die wolken en die landschappen en die mooie beekjes en die zeetjes en hoe ze dat allemaal ook noemen hier in Oostenrijk. Let's go! Als ik buikpijn krijg vanmiddag, dan komt dat sowieso omdat mijn ballen gewoon op elk kiezelsteentje zijn gestuiterd. Auw! Oh. Jij ziet Myron. Myron, dat krijg je nog wel. Kom op, let's go, go, go. Wees geen pussy. Kom op Enzo, jij kan dit. Kom op. Jij doet al 10 jaar lang YouTube. Auw! Oh. Oh shit, oh shit. Myron, yes! Hier ben ik! Ik wou jullie net filmen! Hoppa! Ik was op je hielen, hè? Ja! Ja, ik was zat je op de hielen! Ik heb het nog niet ingehaald! Nee, jij bent wel ook wel heel erg snel! Ik ging expres stoppen, want ik dacht deze bocht is misschien wel mooi om te filmen. Hoorde ik ouw of wow? Oh, oh mijn god! Jij knalde over die gat, ja. Of niet? Ja! Oh. Ik hoorde daar en ik auw! Wij keken elkaar geschokt aan. Oh. Oké, okay, ik leef nog. Dit is wel lekker hoor, maar serieus, ik moet echt wat verzinnen op mijn ballen, joh. Jeetje, man, man, man. Ik kan gewoon niet remmen, maar ja, deze bochten moet je wel remmen. Ja, je moet remmen bij die bochten, ja, dat moet. Maar goed, dit is wel leuk. Dit is echt lachen, hè? Oh my god. Doei, Loite. Voor de mensen die het niet weten, Loite is mensen. Dus als je zegt, tjus, Loite, dan betekent doei mensen. Als ik het goed heb, hoor. Ja, ik pik elke dag een beetje wat op. Oké, ime grade aus. Dat betekent alleen maar rechtdoor. Oké, ik ben benieuwd hoe het gaat met deze stok in mijn handen. Ik heb al vaker deze camera verloren. Laten we daar geen hobby van maken. En ook geen wedstrijd. Oh. Woo! Kijk dan. Oi, oi, oi. Dit is beautiful. Oh, dit is spannend met één hand. Nou, we doen het voor de content. Auw. Oh. Woehoe. Dit is mooi. Mijn lieve Loite. Oh, sorry dat ik zoveel schreeuw trouwens, maar dat is wel een hobby van mij trouwens. Kijk eens even, wat een lekker paadje. Het is helemaal niet zo warm vandaag. Het is 11 graden. Ga ik nou het weerbericht vertellen hier? Terwijl ik met 40 km per uur van die berg af klap. Wat? Oei, oei, oei. Je hoort ook af en toe van die dikke stenen klappen op die fiets, joh. Oh, oh. Hallo. Woo. Oh. Woehoe. Hoi. Hallo, mijn vrienden. Oh. Woehoe. Yes, baby. Woo. Ah. Hoi. Woehoe. Let's go, baby. Wauw, wat een lekker bochtje was dat, zeg. Oh, oh. Oh, zijn we er al? Oh, oh. Wauw, wat een rit. Oh. Wauw, wat een einde. Ze kunnen elk moment komen, dames en heren. Shiona en Myron, waar zijn ze? Oké, gaan we weer? Ja, let's go. Ik ga proberen met één hand te sturen, maar ik weet niet of je het goed gaat met één hand.
Als het goed is, komen ze elk moment naar beneden hier zo. Ja hoor. We zijn er al, het is alweer voorbij. Daar komen ze. Oh mijn god, Marion is ook gewoon aan het filmen met die telefoon in de hand. Yes! Woo! Let's go! Ik probeer het met één hand. Dat was nice, hè? Dat was echt leuk. Oh, nu al voorbij. Ja, dat ging snel, hè? Echt veel te snel. Ja, dat vond ik ook. Maar ze hadden soms van die drempels voor die bochten gedaan, deden ze expres. Zodat denk je ook. Gaat remmen, denk ik, voor die bochten. Echt van die kletterdingen. Holy klopt. Shit. Dat is wel echt leuk. Super nice. Dat was echt leuk. Zo, ik ben wakker. Zo, we zitten weer in de gondel, onderweg omhoog. En dat is dan wel jammer dat je trouwens weer 2 keer 20 euro moet betalen om de gondel omhoog te nemen. Dus de gondel omhoog is 20 euro per persoon en dan is 1 ticket voor naar beneden met de kaart 10 euro. Dus je betaalt 10 euro en ja, we zijn nu met z'n tweetjes, gaan we nog een keer. Marion en Siona die blijven beneden, die vonden het mooi geweest, maar die vonden het wel echt super leuk. Wat een adrenaline kick krijg je ervan en hoe gevaarlijk is het eigenlijk wel niet? Het is echt niet normaal. Je kan gewoon op meerdere plekken kan je gewoon uit de bocht knallen. Je kan gewoon bomen happen, koppen. Het is echt bizar. Maar het is wel echt super grappig. En ik heb het enorm naar mijn zin. En ik ben echt blij met de setup die ik nu heb kunnen maken op mijn helm. Kijk, het ziet er zo uit met een microfoontje en alles. Dus dat werkt echt perfect. Dus hopelijk genieten jullie ervan. Dus ik zou zeggen, knal even dat duimpje omhoog. En dan gaan wij allebei nog een poging wagen. Zeker. Let's go. Een waging pogen. Ja, dat gaan we doen. Een waging pogen. Oké, Danny, ben je er klaar voor? Jazeker. Wij worden voorgelaten door die mensen achter ons, omdat ze zeiden van ja, jullie zien er sneller uit, dus gaan jullie maar eerst. Dus daar gaan we, dames en heren. Tweede keer. Let's go. Ah, je reed door de kak. Ben ik door de kak gereden? Ben ik door de kak gereden? Ja, kijk. Ah, ik ben door de kak gereden. Nee, joh. Oh, alles vliegt omhoog. Allah, godverdomme, ik heb kak op mijn hand. Ik heb kak op mijn hand. What the fuck? Ah. Oei, yo, ik heb kak op mijn hand. Oei, oei, oei. Hoezo heb ik dat weer? Oh. 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 Oh, man. Oh. Ik weet niet of alles goed gaat. Holy shit. Oh my god, gast. Ik was afgeleid omdat ik stront op mijn hand had. Oh, hier, kijk. Zie je dit? Dit is stront. Kijk. Het vloog allemaal omhoog, dat stront. Zag je dat? Ja, ik zat heel kort achter. Ik dacht, ik moet even afstand. Oh, gast. Ik knalde zo hard tegen dat hek, jongen. Oh, is maar goed dat dat hek er zit, hè. Wauw, gast. Dan waren we echt, hadden we daar ergens gelegen, denk ik, hoor. Op de mountainbike route. Gast. Ik heb last van beide knieën, mijn onderrug, van mijn pols en ik heb stront op mijn vinger nog steeds. Jeetje, gast. Ik moet echt even, mijn hele bril vloog over de grond, over die kiezels. Ik moet echt even beseffen wat er is gebeurd, joh. Zo. Ja, die mensen voor ons, die hadden wel gelijk dat wij harder gingen, maar het was niet helemaal volgens plan. Oei, oei, oei. Ja, maar jij ging hier gelijk naar buiten zo. En daar lag kak. Ja, ik nam meteen dat gras. Je rijdt door de kak, zegt Danny. Je ziet al dat kak ook langs mij vliegen, joh. Dat was echt niet goed, hoor. Ik was helemaal afgeleid, man. Oh, jij klapt ook hard op mij hier. Oh. Mijn hoofd toen ik was... Ik was helemaal in shock, helemaal... Oei, oei, oei. Oh, man. Toen ik zei, oh mijn anus, grijpte ik ook bij mijn kont. Ja, ik had echt het gevoel alsof ik dat stuur in mijn anus had gekregen, joh. Lijkt er wel op, zie je. Ja, kijk. Zie je alsof ik dit in mijn anus had gekregen? Serieus. Niet goed, hoor. Oké, we gaan weer verder. Ik ga wel even mijn hand schoonmaken aan het gras, want er zit nog steeds stront op. Ah, joh, die koeien zijn hartstikke hygiënisch hier. Kom maar goed. Even kijken, hoor. Waar heb je een stukje gras? Zo.
gaat er niet meer af, joh. Nee. Nou, het gaat er niet meer af. Moet ik likken zo. Ja. Ik denk dat ik gewoon laat zien straks aan Siona en Maiwen. Oh, hier een beetje bloed. Oh, een klein stukje vel eraf. Oké, nou, ik doe mijn bril weer op. Oi, oi, oi. Wat een klapper, dames en heren. Oh, mijn knie ook. Oh, jeetje, wacht. Ik dacht al, ik voel op verschillende plekken voel ik nog dingen. Ik moet ook Marvin even naar me aan het laten kijken straks, denk ik. Straks heb ik ook zo'n schaafhond bij mijn gat. Nou goed, ik denk dat we maar even die vader en moeder rustig voorbij gaan. En dan gaan we daarna weer loco. Even rustig die mensen voorbij. Tjus! Woe! Jeetje, dit gaat ook meteen weer met een noodgang en zo. Jezus, ik sprong gewoon. Wow, wow, what the fuck? Oh, oh. Oh, er zit hier een drempel. Oh my god. Oh my god, hallo. Oh my god, Danny. Holy shit. Jij had wel dood kunnen zijn, gast. Ik zou je daar niet heen, maar daar kan ik ook maar wel iets harder. Wow, dat was niet normaal. Ik zag jou vliegen. Oh, ik dacht, nou oké, okay, daar gaan we. Dit is klaar, we kunnen naar huis. Gaat-ie? Ja. Yo, dit ding piept en kraakt ook in één keer erover. Wow, ik zag jou echt vliegen, jongen. Niet normaal. Ik weet niet of het zo'n goed plan was om mij en Danny nog een keer van deze berg af te laten gaan met die karts. Want dit gaat echt helemaal gek. Gast, dit was echt niet normaal hoe hoog jij vloog. Dat was echt niet normaal. Ik zat nog te denken, oké, okay, gras is niet verstandig, maar je ziet geen kuil op gaten. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Als je kijkt naar die video, als je terugkijkt, dan zie je ook gewoon in alle rust zo'n man heel rustig die berg op wandelen. En in één keer jij met een noodgang. Wow. Oh, we gaan weer verder. Oh, al mijn veten zit los. Nou, laat maar joh. Boeien, gaan. Zo, daar gaan we weer. Oh, oh. Oh, we worden er wel beter in. Dit was weer dat plekje dat ik zei, eventjes niet vergeten het uitzicht. Ja, dit is gewoon een mooi stukje. Hier hoef je de remmen geen eens vast te houden. Dit gaat gewoon alleen maar recht zo die graad naar beneden. Lekker hard. Hard. Oh, nu wel remmen misschien. Oh, ja, remmen. Oi, oi, oi. Jeetje, mina, man. Ja, dit zijn gewoon lekkere paadjes hier. Oh, laat maar. Jeetje, we zitten hier veel kuilen. What the fuck? Oh, wow, yo. Holy shit, we zitten hier op de weg. Danny neemt een alternatieve route. Hallo. Oh, ze waren niet blij. Gaan we hier naar beneden? Dat overleef ik niet. Ik denk hier wel. Oh, oh, oh. Oh, die voelde ik in mijn rug. Hier hebben we weer zo'n bochtje. Naar bochtje dit. Drift het dan wel. Hoppa. Oh my god. This is dangerous. No. Oi, oi, oi. Dit was zo nice. Dit was zo nice. Zo, dames en heren. We zijn beneden. We hebben het overleefd, maar het scheelde niet veel. Kijk nou eens. Marion is wakker. Lekker. We gaan even laten zien wat we hebben meegemaakt. Ongelooflijk. Je ziet sowieso dus al dit. En je ziet dus hier inderdaad een beetje bloed. Zie je ook dat op mijn knokkel, dat kleine groene stukje? Oh ja. Oh. Dat is koeistront. Heel. Lekker.
En daarom was ik dus afgeleid. Eigenlijk is de koeienstront het begin van dit horrorverhaal. Of niet? Ik reed de kot achter. Ik had zoiets. Ik moet echt afstand houden. Want die stukken vlogen gewoon 2-3 meter. Ja, zoveel koeienstront. Niet normaal. Oh mijn god, jullie kwamen ook tegen elkaar. Ja. Oh. Ik geef meteen naar mijn anus. Wauw, kijk hoe clean. Echt zo clean. Tesla blijft echt een vette auto hoor, serieus. Oké, goed. We hebben de camper staan bij het tankstation. We gaan even tanken. Deze camper die rijdt trouwens mega zuinig. Het was de tweede keer dat we tanken. Dit is zo chill. Je kan hem gewoon vastklikken. Er zit zo'n klikker op, die kan je gewoon vastdoen. En dan tankt hij gewoon van zichzelf. Chill. Dat is nice, hè? Ja, beter. Dan hoef je niet altijd zo te knijpen. Ja, volgens mij mag dat in Nederland niet of zo. Heel apart. Maar super nice. Nu is hij gewoon aan het tanken, zonder dat ik hem vast heb. Bizar hoe dit ook allemaal is gegaan, hè? Met dat tanken qua tankstations, hoe het eruit ziet. Normaal gesproken was het gewoon tanken, naar binnen betalen. Nu heb je helemaal zo'n scherm. Ziet er allemaal high-tech uit. Je hebt zelfs tankstations waar die schermen tegen je praten. Hallo, welkom bij pomp nummer 9. U kunt nu tanken. Allemaal dat soort dingen. Best wel sick eigenlijk. En er staat ook op mijn dashboard dat ik motorolie moet vervangen. Dus daar ga ik ook even, of nou, verversen. Of hoe heet dat? Bijvullen. Laten we dat daarop houden. Dus dat ga ik ook even fixen. Even checken hoor. Waar zit dat knopje? Hier zo. Yes. Oké, waar staat de olie? Even kijken. Hoppakee. Nou, staat de klep open. Hier zou ergens olie bij moeten. Ja, hier zo. Olie. Maar wat voor olie? 0V30. Ja, hele goeie. Ja, 0V30. Ja, nou, dan ga ik naar binnen, gaan we die halen. W, denk ik. 0W30. 0W? Oh ja, dat is een W, ja. 0W30, die gaan we halen. Even goed kijken bij de olies hier. We hebben 10W40, 5W40, 5W30. Er stond wel duidelijk 0W. Ik heb het binnen gevraagd, maar ze hebben het niet. Het zou dan hier moeten staan. Maar wat gek. Dit is toch gewoon wel normale olie, zeg maar, voor in een diesel. Nog even één keer kijken, hoor, voor de zekerheid. 0W30. Ja, dat staat er echt. Ja, goed. Helaas. Zo, die zit weer dicht. Ja, goed. Dan weet ik het ook niet. Dan mijn volgende tankstation. We zijn even gestopt bij een tankstation. Ik wilde toch wel even kijken of ze hier 0W30 hadden. Nergens te bekennen. Hij geeft wel echt al heel erg lang aan. Kijk, net zoals nu. Laat motorolie verversen. Maar ja, hij geeft ook al vanaf het begin aan dat de linkerband niet goed genoeg is opgepompt. En toen zeiden ze, ja, dan moet je gewoon mee doorrijden, want dat is gewoon een sensor, dat is niet helemaal goed. En ik heb net die pijlstok van motorolie heb ik helemaal eruit gehaald. Die zat helemaal onder de olie. Dus, en die heb ik ook schoongemaakt, nog een keer gedaan. Dus daar was niks mis mee. Dus ik denk dat het nog een storing is die er is bijgekomen bij de camper. Want hij zit gewoon nog goed genoeg vol met olie. En ze hadden hem ook helemaal vol gegooid, zeiden ze. Ik had even gebeld. Dus het kan niet dat het in 2 tankbeurten zo'n hele olie leeg is. Dat kan niet. Het is 2:10. We zijn onderweg naar een nieuwe camping. Is nog 2 uurtjes rijden. Dus we zijn nog wel even onderweg. We maken lekker wat kilometers. Ondertussen lekker om ons heen kijken naar de prachtige omgeving. Wauw, wat een plekje is dit dan. Damn, zo nice. Er zijn wel veel wolken hoor. Kijk dan. Maar je ziet koetjes allemaal mooi in de wei staan. Keurig. Er komt toch een partijtje, een geluid uit die witte tent daar? Jeetje. Een soort festival of zo, I don't know. Oktober, tuurlijk. Oktoberfest. Zeepie. Pieter Overlieter. En hier, dames en heren, hebben we de bakkerij. Hier gaan we even pauze houden. Even lekker een broodje naar binnen werken. En ik zal jullie vertellen en even mijn mening geven over de bakkerijtje in Oostenrijk. Ik geef het een dikke 10+. Serieus. Ik heb nog nooit een bakkerij in Oostenrijk gevonden. En waar we binnen zijn geweest waarvan ik dacht, dit is hem niet. Gewoon, dikke BMW man. Dikke BMW. Dus ja, laten we hier bij deze bakkerij eens even wat gaan halen. Kijk, ik hoor nu al één groot gezelligheid. Eén groot gezelligheid. Kijk dan. Ja, gruwelijk lekker. Oké, dan, lief hartje. Yo, dit gaat helemaal goed komen. Ik heb mijn favoriete drankje gevonden. De Multifit. Bravo. Dit wordt echt smikkelijk. Kijk dan. Hij wiebelt ook een beetje zo. Wat een kanon. En niet alleen deze. Ik heb ook deze nog besteld. Ja, als ze geen broodje hebben, dan maar gewoon 2 taartjes. Nou, geniet ervan. Die ziet er ook goed uit, hoor. Damn, lekker espresso macchiato erbij. Wat een bof komt, ben ik. Kijk. Oh, ik bedoel, lekker taartje met koffie. Nice.
Nice. Nou, smakelijk essen. Smakelijk eten. Ja, toch? Ja, zeker. Hoe zei dat ook weer, smakelijk eten? Want wij dachten smakelijk essen, maar het was volgens mij iets anders. Goede appetijt. Goede appetijt, zoiets. Iets in die richting. Eet smakelijk. Wow, deze is gewoon echt. Kijk dan. Hij zit echt te chillen, hè. Kijk, er liggen naast hem allemaal dropjes op tafel, zie je dat? Haha, die is echt schattig. Hallo. Kijk, hoe vers gras is dit, hè? Kijk. Hoi, hij doet zijn hele hoofd door. Maar kijk hoe lief. Hoi, dat is echt schattig. Dat is lekker, hè? Hoi, deze kan je gewoon lekker aaien. Kijk dan. Zo cute. Oh, tonk. Stoot je hoofd niet, hè? Jij ook een beetje? Oh, dat is voer voor 50 cent. Ja, ja, zie, die weet het. Die hoort het apparaat. Die weet het. Ja, die ogen. Kijk dan. Ze weten het allebei. Die ogen. Kijk, kijk, kijk. Die, oh, wow. Oh, die andere is er ook gewoon. Wow, yo, inderdaad. Die grote is wakker. Ja. Oh, die zit vast. Oh, die zat... Oh, kijk, die kleine. Ja. Nou, voorzichtig. Oh. Niet bijten, hè. In mijn... Oh, joh, rustig. Jezus, man. Zo, die kleine gaat helemaal loco, gek. Krijgen jullie niet te eten of zo, hè? Oh, hé, hey, ben jij hier ook? Voor jou wel spannend. Oh, nee, jij bent veel liever eigenlijk. Hé, hey, ben je wakker, jongen? We hebben lekker geslapen. Dat is lekker, hè? Alsjeblieft. Kijk. Dit is zo lief. Jeetje, kerel. Rustig, man. Die tong. Gadverdamme. Zo, hey, ja. What the fuck? Die grote beunt die kleine gewoon. Ja. Jij hebt ook nog niks gehad, hè? Zo lief. Nou, oh, deze komt ook weer even. Hij doet elke keer zijn hoofd ertussen. Oh. Schuin, je moet hem schuin doen. Je moet hem schuin doen. Kom op, je kan het. Je hebt het net gedaan. Juist. Maar echt leuk hoor, schattig. Maar hoe ze erg daarnaartoe kwamen, joh. Oh, joh. En we gaan er weer vandoor, dames en heren. Let's go. Wow, we komen aanrijden. En je hebt hier meteen al een zwembad. En je hebt daar een glijbaan. En je hebt heel veel campers voor ons. Heel veel. Oeps. Oh, is er nog plek, alsjeblieft? Deze plek is wel echt nice, namelijk. Hier hebben ze echt een leuk zwembad, zie ik al. Het is 4:15, dus ja. Op zich zijn we redelijk op tijd. Daarom, dat dacht ik ook. Ik ga maar eventjes heen. Ik ga even melden en ik ga even informatie opvragen. Doet u maar, alsjeblieft. Zo, dit ziet er wel nice uit hier hoor. Allemaal campers, caravans. En er sluiten nog meer campers achteraan. Dus ik denk dat we maar snel even gemelden met een snapstream. Kijk, mooie glijbaan hier. Kijk dan, wat een plek joh. Prachtige locatie. Nou, de camping zat bomvol. Ze hebben vandaag, net als de camping van gisteren, zoveel boekingen gekregen. Ze hadden vanochtend 50 plekken vrij en nu nog maar 10. Wow. Dus dat is wel hard gegaan. Ja. Oké, okay, nice. We hebben hier 2 plekken. Papa, hallo. Nee? Nee, oké. Okay. Okay, leuke buren. Ja, what the fuck. Ze zitten dan met z'n tweeën buiten. Ik zwaai en hij kijkt me gewoon zo aan. Zo. Wat moet jij hier? Oké, okay, dan gaan we meteen even de stroom doen, want hij moet het met sleutels blijkbaar openmaken. Ja. Maar dat gaan we even fixen dan. Nou, stap 1. Oh, hij moet een klein stukje wel, denk ik, van de bosjes af. Ik denk het niet. Nee? Oh. Ik denk het niet. Hier, super. Dat gaat ons wel lukken hoor, meneertje. Dat is perfect. Is dit oké? Okay? Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Okay. Nou, hij is zo aardig, hè? Ja, we hebben te snel geoordeeld. Ja. Ach, perfect. Maar natuurlijk. Oké, okay, perfect. Okay. Thank you voor de help. Geen probleem. Geef niet. Geef niet. Er komen veel Nederlanders hier. Ja, echt. Dat zijn ameisen. Ameisen? Ameisen. Die zijn jetzt weg, kids. Jetzt werden sie ausgebrütet. Ants. Ants, man. Oh, mieren. Oh, mieren, ja. Yeah. The eggs of the ants. Yes. What? Now we're breeding them. Next they're coming out. Not this good, man. Oké. Okay. Ciao. Voor jou, dat zijn gewoon allemaal eieren van die mieren. Mierenuitjes. Ik zat er helemaal doorheen te gaan, kijk dan. Ja. Wat, dat is echt sick, hé. Gaan we meenemen voor Milan. Ja, check dan. Zeg gewoon... Een cadeautje voor je Milan. Miereitjes. Ja, in een bakje. Ja. Echt allemaal eieren. Oh, die zijn wel groot hoor. Ja. Oeh. Deur dicht. Deur dicht. Alles op slot. Nou, we zijn er. Ja. Ja, weet je wat gek was? Ik kwam aanrijden en ik keek die man aan. En hij keek mij recht aan. En ik zwaaide zo. En hij... Ja. Ik me gewoon aanstaren, dus ik was wel een beetje in shock van wat kreeg. Ik denk dat hij aan het staren was naar de camper en niet naar jou. Misschien is dat het. Snap ik wel, zo'n mooie camper. Maar weet je wat we dus nog even kunnen doen? We kunnen nog een klein stukje die kant op, want dan hebben we hier iets meer ruimte voor tafeltje en zo. En het is fijner om hierop te staan dan daar. Ik vind het wel fijn juist om lekker op het gras met de voetjes. Ja, maar als het nat is in de ochtend. Dat wordt niet nat hier. Jawel. Ja, wil je dat graag, dan doe ik dat even. Ik denk dat het wel beter is. Gewoon nog even een metertje die kant op. Metertje.
Ik zeg niks meer aan doen. Keurig? Ja, hij staat goed zo. Toen stroom er weer in en dan tafeltje naar buiten. Precies. Lekker man. Ja, nu past hij al helemaal, die kabel. Ja, super. Lekker man. Zo, nou wat een spot hé. Ik ben helemaal blij hoor. Ja, ik ook. Keurig. En treedt het paleis binnen. Nu heb ik hier weer de Starlink en die gaan we even op het dak knallen. Ik had ook al een paar reacties gelezen. Dankjewel voor de camper tips, altijd welkom. Dat deze het best op het dak geplaatst kon worden. Dat had ik ook al eerder gelezen op de website zelf. Alleen dat vond ik elke keer te veel moeite. En als er geen persoon of camper naast ons staat en we hebben gewoon open ruimte zonder bomen, kan ik hem net zo goed op de grond zetten, bespaart me moeite. Maar nu zijn we omringd door een paar hoge bomen hier zo. Dus hij heeft niet de volle uitzendkracht. Dus nu lijkt het me wel handig om hem even op het dak te knallen. Dus dan gaan we dat even doen. Zo, eigenlijk perfect. Ja, kan dat? Ja hoor. Kijk die teentjes. Die voetje. Oh, ik ga zo stuk op jou, die voetjes. Oeh, ja. Ja, want hij gaat sowieso nog meer recht. Ja, ook als het hard gaat waaien of zo, dan gaat hij niet eraf? Nee. Oké, nou fijn. Oh, wat een mooi ding, hè? Ja, prachtig. Maar hoe gaan we dat nu doen met die kabel? Nou, daar heb ik een oplossing voor. Oké. Nee, heb ik niet. Ik freestyle gewoon. Want elke keer die deur dicht, dus hij moet eigenlijk wel via de buitenkant wel weer in het raampje, denk ik. Ja, dat sowieso. Ja, maar dat gaan we wel regelen. We gaan even installeren, dan zijn we zo bij jullie terug. Oké. Geïnstalleerd en zoals jullie kunnen zien, dames en heren, ja, de Starlink staat er op het dak helemaal perfect te wezen. We hebben de luifel uitgeklapt, of tenminste, dat heeft Marvin gedaan. Misschien zag het eruit op de timelapse alsof ik niks deed en Marvin alles opzette, maar ik was binnen in de camper alles aan het fixen en de laptop aan het klaarzetten en met de bekabeling aan het regelen van het internet. Dus de wifi is in ieder geval up en nu gaan we eventjes naar het winkeltje hier en dan gaan we even wat eten halen. We hebben de afgelopen dagen alleen maar uit eten gegaan. En we gaan nu eventjes hier gewoon lekker bij ons plekje eten. Wat ga je maken? Ja, ik heb dus van thuis heb ik curry meegenomen voor rijst. Oké. En Shona heeft rijst mee, dus we hoeven eigenlijk alleen groente en kip of zo te halen en dan hebben we een hele maaltijd. Nou, nice. Oh, kijk deze ook. Wow, dat is echt een vibe. Ja, die is echt nice. Oké, nou dan gaan we even naar het winkeltje. En we gaan zwembadtickets halen. Dat ook inderdaad, ja. Kunnen we lekker van die glijbaan. Die winkeltjes bij de camping, die hitten gewoon anders of zo. Ik weet niet wat het is. Als klein kind ook al deze dingetjes. Zo tafeltennisbedjes en badminton. En dan heb ik echt zoiets van visnetjes, hengeltjes, duikspulletjes, zwemspulletjes, voetbal. Oh, zo nice. Dat wilde je altijd allemaal hebben gewoon. Allemaal spelletjes. Ja, echt allemaal van die dingetjes die je gewoon soms vergeet. Maar goed, we gaan hier niet kunnen halen wat jij wil halen. Nee, helaas. Dus we moeten toch even een andere supermarkt zoeken. En dat gaan we dan met de fiets doen, hoop ik. En niet met de camper. Ja, kunnen we met de fiets. Ja, want als we de camper nu weer moeten afbreken. Ja, klopt. We hebben net alles gefixt. Oké, dit winkeltje is echt een beetje net even te klein. Wel dus, broodjes, zag ik. Ja, wel lekkere broodjes inderdaad. Ja. Die kunnen we morgenochtend wel halen. Zal ik even vragen hoe laat? Ik ga bijna vragen. Morgenochtend, dat is time voor Brett. Half acht. Oké, dank je. Ja. Boom, what up, gek. Gewoon weer gefixt, jongen. Ik raakte een beetje in de stress. Ik was het even kwijt, ik wist het niet meer. Maar hey, ik heb me goed herpakt. Ik hoorde een beetje een combinatie van Engels en Duits. Ja, misschien betrap je me daar toch een beetje op. Ik probeer het altijd maar gewoon en dan zie je wel hoe het gaat. Het is niet erg om te falen wat dat betreft, dames en heren. Oké, goed, we gaan hier nu bij het zwembad even tickets halen. Ja, het ziet er heel nice uit. Het is gelukt, dames en heren. Ik heb samen met Marion even bandjes gefixt voor het zwembad. En we zijn nu even bij Billa, een supermarkt. Omdat ze hier waarschijnlijk wel genoeg hebben. Het was 750 meter lopen. Dus was wel even een lekkere wandeling na zoveel op de kont te hebben gezeten in de camper. Dus hebben we even een lekker stukje gelopen. Lijkt me wel lekker. Ja, ik heb het nog nooit gezien, joh. Nee, we hebben alleen de oranje wortel. Kijk dan, we hebben gele, een beetje bruin-paarse. Ja, paarse en oranje zoals we kennen. Ja. Ja, ik ken alleen maar dit eigenlijk, wat je hier ziet. Maar je hebt blijkbaar ook gekleurde wortelen. Nou, mag jij kiezen broccoli of prei nog als extra? Broccoli. Sowieso broccoli. Kijk wat je hier hebt. Je kan gewoon kant-en-klare pannenkoeken kopen. En dat, ik weet dat je dat in Nederland ook wel kan, maar dit zijn van die mini-pannenkoekjes. Wel geinig. En weet je wat ik ga halen? Ik denk deze. Oh, maar dan hebben ze soms ook iets van aardbeien in of zo. Dit is zo'n rol en die snij je dan.
Dan heb je zo'n lekker plakje. En dan heb je verschillende smaken. Maar ik zie hier alleen chocola. En ik weet niet precies wat dit is. Persik. Ah ja, die persik is wel lekker. En je hebt ook eentje met aardbei, maar die zie ik niet. Oh, wacht. Ja hoor, wat een geluk. Ik denk dat dit de laatste is. Aardbei. Deze neem ik mee. Bofcon ben ik. Kijk hoe perfect dit eruit ziet. Deze is echt super mooi. Ik wou zeggen gemaaid, maar... Gesnoeid, ja. En dit boompje is ook echt clean hoor. Nice. Heerlijk. Even zo een stukje lopen. Prachtige natuur van Oostenrijk. Het is 7:30 en ik zal jullie eventjes ons plekje wat verder laten zien. Daar staan dus Danny en Shona. Die hebben dat handdoekje gehangen voor de wind. En daar staan wij. Dus lekker naast elkaar. En er komt via hier komt even een lekker windje doorheen. En die is wel fris, kan ik je vertellen. Het is nu wel het koudst, zeg maar, van wat we hebben meegemaakt. Maar alsnog, het is droog. En we zitten echt op een super mooie plek. Kijk dan. Zo'n mooi groot open veld. Het gras is ook zo groen. Het is echt een heel mooi plekje. En Myron en Shona zijn super lekker eten aan het maken. Dus ik, ik heb echt zin om te eten. Dames en heren, daar gaan we. Lekker de pot. Zo, dit is wel genoeg ook. Lekker hè? Ja, heerlijk. Eet smakelijk. Smakelijk. We gaan de hele week van eten denk ik. Zo, echt hè. We gaan even naar de proeven. Heel lekker. Dat was hem dan voor vandaag, dames en heren. Ik hou het even kort omdat Myron ligt te slapen. Ik check jullie morgen mijn gloednieuwe vlog om 4:00. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke. Vette.